Willem van Oranje, Levensechte Paarden of De Nachtwacht. Allemaal zijn ze geprint met deze enorme muurprinter. Wordt Zoals je bij een gewone printer, een huistuin- en keukenprinter, wordt het in plaats van op papier wordt het op de muur geprint. Ietsje groter en uh, ietsje meer kwaliteit. Maar het principe is hetzelfde. Toch is het resultaat wel even wat anders, want het lijkt net alsof je de schilderijen zo van de muur kunt halen. Door er een beetje schaduw aan toe te voegen, kan, lijkt het net alsof het echt aan de muur hangt. Emiel Huustegen, John van Loon en Rob van der Wouw importeerden deze printer uit China. Het is de enige muurprinter in Nederland. Dit is de voorstudie die moeten we doen om uit te komen met een verhaal waar we nu mee komen. Al die letters staan van klein naar groot, dus het is net alsof je recht, die letters recht staan, of, ze, of er geen perspectief is. De afstand tussen de letters wordt ook gemeten, precies dat het net Lijkt alsof ze dezelfde afstand hebben, want dat hebben ze niet. Als dit concept aanslaat, gaan we in alle gangen van hier van de lijn gaan we dat toepassen. Gemiddeld kost een geprint schilderij 300 euro.